Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Walter van Walter Meijers. Hi. Ik ga vandaag aardappelen koken en vlees en erwten. Dus ik heb de aardappelen al geschild. De erwten zet ik dadelijk op, die hoeft alleen maar wat warm. En dan ga ik even het vlees doen. Kijk gezellig mee. Wel netjes hè. Sorry voor de bewegende beelden. Zo. Kan dat lekker weer heerlijk warm worden. Zoals je ziet. Ja. Dus ja. Zo staat het op het fornuis. Ja. En de kat. De kat. Is Linda aan het verzorgen. En ja, zo gaan we verder. Dus vandaag hebben we een drukke dag gehad op het werk. We hebben hard gewerkt vandaag. En nu zijn we lekker thuis. Dadelijk ga ik tafel dekken. En dan kunnen we dadelijk nog lekker gaan eten. Wat ik jullie heb laten zien. Ja. Even een rondje omlopen. Ja. Dus. Ja. Kijk gezellig mee. Kijk of dat gaat. Nee, dat is wat laag. Ik wou jullie kijken om de tafel te laten zien. Hoe ik doe dekken. Zo, ga ik even tafel gaan dekken. Dan zien jullie dat ook een keer, hoe ik dat doe. Hoepla. Ja. Tafel klinkt licht, top. Dan gaan we even dat terugzetten. In de kast liggen de borden. En ook gelijk voor Daan, bollebord. Ja, en kijk gezellig mee. Oh, bestek nog even pakken. Sorry voor de onderbreking. Matjes. Voor dadelijk het eten erop te zetten. Zo. Toppie. Even anders omleggen. Heb ik nog wat vergeten? Drinken. Zo. Zo. Drink op tafel zetten. Niet gesponsord trouwens. Alles uit eigen zak betaald. Zo. En dan een keukenrol. Zoals jullie zien. En dan staat alles zover op tafel. Nou, neem ik jullie nog eventjes mee. Oh, sorry. Ja goed, we moeten nog gaan wennen. Dus ik ga dat even omdraaien. Al het vlees ga ik omdraaien. En dan... één kant eten is ook niet lekker. Omdraaien. En dan zetten we ook gelijk de
F'tjes aan. Ja, goed, die kunnen heel laag. Dus die hoeven maar warm te worden. Ja, en dan staat het eten lekker op tafel. En de kat heeft Linda net verzorgd, eerlijk gezegd. Dus ja, geniet van deze beelden. Af en toe ook in de aardappeltjes even roeren, zoals jullie zien. En dan kan het vlees, lekker. Ja, en kijk eens wat voor weer het buiten is. Oh, heerlijk zonnetje. Is toch genieten achterom. Ja, alles heerlijk schoongemaakt achterom. En ja, en dat hoort er ook bij, een beetje de tuin bijhouden, dus allemaal picobello. Ja, het eten staat op en dan gaan we straks lekker eten. Nou, zoals jullie gezien hebben, heb ik de tafel gedekt. En dan, alles staat hier klaar voor te eten dadelijk. Alleen even wachten op het eten. En dan, ja, zo gaan we dan verder. Het lijkt echt vandaag een zomerse dag, lijkt het wel. Maar het is toch echt lente. Dus het is zo'n heerlijk weer is het. Dus ik was net even buiten geweest. Ja, zoals jullie gezien hadden, was ik even achterom, maar voor mijn werk moet ik ook buiten zijn. En het is gewoon mooi. Vanmorgen dacht ik van, het is een beetje wat frisjes. Maar de lopende dag is het dan wel heerlijk geworden. Ja, dus kijk nogmaals mee. The real life. Ja. Ik laat de camera gewoon een beetje lopen en dan ja, laat vooral een reactie achter deze vlog en ook de andere vlogs. Kijk die vooral. En mensen die pas nieuw zijn, hartstikke leuk dat jullie hebben geabonneerd. En ja, kijk nogmaals gezellig mee. Dus ik loop een rondje in het huis, want ik moet toch wachten tot het eten klaar is. En dan, ja, dan gaan we dan lekker eten. Dus, oké. Toppie. Gezellig. Ja, en leuk de nieuwe kijkers die me hebben geabonneerd op mijn kanaal. Hartstikke tof. Laat vooral een reactie achter. Wat jullie ook van de andere vlogs vinden, nogmaals. En ik vind het gewoon super leuk dat jullie op mij hebben geabonneerd. Dus een duimpje hoog naar jullie toe. En ik vind het gewoon hartstikke leuk en tof dat jullie dat hebben gedaan. Ja, top. Ja, zoals jullie gezien hebben, de tafel is gedekt. Dus Daan is buiten aan het spelen met het hele mooie weer. En ja, daar is Linda even hem gaan halen bij een vriendje. Dus ja, kijk nogmaals gezellig mee. En ook die andere vlogs, kijk die vooral. Laat daar een reactie achter. Want dan kan ik naar jullie ook weer een reactie toe teruggeven. Want ik vind dat gewoon hartstikke leuk. Na al die positieve reacties wat ik heb gekregen. Wel respectvol naar iedereen toe. Ook naar mij toe en ik ook naar jullie toe. Dus ja, geniet nogmaals van de beelden allemaal. Nou, zoals jullie zien, de kat die is ook heerlijk aan het genieten van het zonnetje en aan het relaxen. Ja, dus als jullie willen weten hoe deze kat heet, laat een reactie achter. En hoe oud jullie denken dat die kat is. Laat een reactie. Dus ja. Ja, hè? Kom je ook in de vlog? Ja, zeg maar hallo mensen. Hè? Hij is lekker aan het genieten.
Kijk eens. Ja, hè? Hallo mensen. Ik kom ook in de vlog. Ja. Lekker aan het relaxen is die. Ja. Dus het eten staat nog altijd op. Dus even wachten. Zoals jullie zien. Is nog niet klaar. Dus ja. Af en toe valt er een stilte. Maar probeer ik toch wat ervan te maken. Naar jullie toe. En ja, tof dat jullie kijken. Oké. Top. Duimpjes omhoog. Heel veel duimpjes alsjeblieft. Naar mij toe. En heel veel reacties achterlaten. En als jullie eens afvragen. Daan is afgelopen zondag naar de kerk geweest. Voor Palmpasen. En daar heeft hij die kruis versierd. Met een palmstukje eraan. Heel mooi wat hij dat heeft gemaakt. Dus normaal zat er dan een zakje met een sinaasap. Maar ja, goed, die was een beetje rot aan het worden, om het zo maar te zeggen. En er zaten allerlei snoepjes zaten eraan. Dus ja, daar zijn we afgelopen zondag naar de kerk hier op Heerleiden geweest. Ja, dat was een bijzonder moment voor Daan. Ja. Ja, en ik hoop dat jullie de vlog van Landal, wat ik heb gemaakt, hartstikke leuk vindt. Laat daar ook even een reactie achter, dat filmpje. Want ja goed, ik ben erg benieuwd naar jullie reacties over de vlogs van mij. Ik ben erg benieuwd nogmaals. Dus ja, laat wat weten in de reactie. Dan kan ik een hartje naar jullie toe. Dan weten jullie in ieder geval dat ik het gelezen heb. En dan kan ik nog altijd een reactie naar jullie teruggeven. En dan is liefdevolle reacties heb ik ook gehad. Superleuk. En ja, blijf dat doen. Want ik vind het namelijk leuk als ik hele leuke reacties van jullie krijg. En nogmaals, blijf het doen. Nou, zoals jullie zien staat er geen eten meer op het gas van huis. Maar het staat hier op tafel. Dus wij gaan nu lekker eten. Dus ik wens jullie al een fijne dag toe. Dus ik ga ook bij deze de vlog afsluiten. Dus vonden jullie dit een leuke video? Deel een like. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En dan zien we ons de volgende keer weer. Dag!